Hoi allemaal, vandaag hebben we een nieuwe video voor jullie. Of nou ja, we. Niels is werken, dus ik neem het op. Maar ook dit gaat uit naam van Niels natuurlijk. Je zult het misschien wel aan de titel hebben gezien. Maar dit gaat over het spoelen van Jordi. Welke materialen we gebruiken en hoe het een beetje zijn werk gaat. Een kleine disclaimer is natuurlijk dat wij kunnen alleen over onze situatie praten. Wij kunnen niet over de situatie van een ander praten en ook niet over oordelen. Wij kunnen alleen laten zien wat wij hebben geleerd en wat wij ons eigen hebben gemaakt. Het kan zijn dat andere mensen het anders doen dan dat wij doen. Maar ja, zoals ik al zei, wij kunnen alleen over ons gezin oordelen. En dat is eigenlijk wat ik van tevoren even wilde zeggen, voordat er allemaal opmerkingen enzovoorts komen. Ik ga het per deel eigenlijk een beetje uitleggen. Als eerste ga ik vertellen wat wij vergoed krijgen. En dan ga ik vertellen wat we niet vergoed krijgen. En hoe het een beetje allemaal in zijn werk gaat. Wij krijgen in principe per keer dat we spoelen, krijgen we het gewoon vergoed. Dus Jordi wordt nu om de dag gespoeld omdat het voor Jordi werkt. En Jordi kan zelf in principe nog poepen. Dat willen we eigenlijk blijven stimuleren, zowel wij als de artsen. En vandaar dat hij dus om de dag wordt gespoeld. En niet elke dag, wat vaak wel geadviseerd wordt, maar in Jordi's geval niet. Jordi's hiersprong zit ook wat hoger naar boven. Dus ja, er zitten voor- en nadelen aan, zouden we hem elke dag gaan spoelen. Maar het is in principe voor Jordi niet nodig. Mocht dat wel zo zijn, dan mogen we dat natuurlijk elke dag gewoon doen. Nou, wat we dus elke keer gewoon vergoed krijgen, zijn matjes. Vloeistof om te spoelen. Dit is trouwens zoutwateroplossing. Een canule. Een spuit van 60 ml. Oh, trouwens, de canule is 40 cm lang en diameter is 6 mm. Zoete olie krijgen we ook vergoed. En wat we niet vergoed krijgen is een maatbeker. Handschoentjes en bakjes. Waarom we bakjes nodig hebben, ga ik jullie zo uitleggen. Als eerste, als ik Jordi wil gaan spoelen, dan leg ik altijd een handdoek neer op zijn aankleedkussen. Die handdoek die leg ik zeg maar gewoon over de hele aankleedkussen neer. En dit matje leg ik vanuit zijn rug naar de voetjes toe, zodat hij in ieder geval, mocht het verkeerd gaan met spoelen of mocht hij heel veel in één keer eruit poepen, dan heb ik in ieder geval iets om alles mee op te vangen. Wat wij wel doen is altijd de luier die hij op dat moment aan heeft eronder laten liggen, omdat als jij vloeistof in iemand spuit, komt het er waarschijnlijk ook weer spuitend uit. En dat is bij Jordi af en toe het geval. Dus als dat dan gebeurt, dan kunnen de luier gauw dichtklappen. En dan vangt die luier alles in principe een heel eind op. Of het moet ook langs de zijkant spuiten, wat heel af en toe ook wel eens gebeurt. Maar ja, dan hebben we dus die matjes weer om het gauw even dicht te klappen. Ja, dan hebben we een maatbeker en de vloeistof. Jordi wordt in principe met 300 ml gespoeld. Mag meer, het gaat zoveel milliliter per kilo. Bij Jordi werkt het beste 300 ml. Hij mag ook 400 of 500 ml. Maar bij Jordi werkt het nu eenmaal met 300 ml al heel goed. Wij mogen in principe ook gewoon met kraanwater spoelen. Alleen onze ervaring is gebleken dat het soms te warm is, te koud is en Jordi dat gewoon echt niet prettig vindt en dit eigenlijk altijd op kamertemperatuur is. En vandaar dat wij deze dus gelukkig ook vergoed krijgen en ja, dit werkt voor Jordi gewoon een stukje fijner, zijn we achtergekomen. Dan hebben we zoete olie, dat is weer om de canule in te dopen, omdat je een soort van glijmiddel nodig hebt. Mocht je de zoete olie, stel je zit in deze situatie en je krijgt zoete olie niet vergoed, dan kun je altijd ook een Rislaolie, als het maar een zoete olie is, omdat je bepaalde glijmiddel moet hebben. Niet gewoon een glijmiddel gebruiken natuurlijk, dat is niet wat ik zeg, maar het moet een olie zijn. Deze canule, daar zitten gaatjes bovenin. Ik weet niet of je het goed kan zien, want ik zal ze even
dit uitzetten. In deze canule zitten gaatjes in. Hier zie je een gaatje. En hier zie je een gaatje. Bovenin zitten ook gaatjes. En wat je dus eigenlijk wil bereiken met die canule is, die gaat zijn anus in. En hier heb je een groot gedeelte aan zitten voor de spuit. En je spuit per 60 ml spuit je iedere keer vloeistof erin. Je kan ondertussen de canule dichtklappen, zodat je weer een nieuwe spuit gauw kan vullen en er weer gauw in kan spuiten. Dan moet je het dus ergens in opvangen. Kijk, de handschoentjes spreken natuurlijk voor zich waarvoor je die gebruikt. Je wil natuurlijk niet met je handen onder de poep gaan zitten. Maar die bakjes, waarvoor je deze dus gebruikt. Deze is kapot. Deze kan dus weg. Waarvoor je deze bakjes dus gebruikt, is eigenlijk heel simpel. Want je spuit vloeistof in zijn anus en er komt ook weer vloeistof door de canule weer naar buiten. En je wil niet dat het dus overal inloopt enzovoorts. Dus wat je doet is je vangt het hierin op. En daarom zijn het ook lage bakjes. Je vangt het hierin op en je spoelt het daarna gewoon netjes door de wc heen. En dat is gewoon makkelijkste in principe. Je kan het ook in de luier leeg laten lopen. Maar mijn ervaring is dat dat net niet genoeg werkt. Of net niet genoeg op kan vangen. Dus ja, vandaar dat we het op deze manier doen. Dit doen ze overigens ook in het Radboud zo. Alleen ja, hebben ze andere bakjes. Hebben ze eigenlijk van die spuugbakjes. Waar ze het allemaal in opvangen. Dit is eigenlijk een beetje hoe het werkt bij Jordi. En bij Jordi moet de canule er redelijk ver in. Hij zit ongeveer van hier tot hier in zijn anus en darmen. Waarom moet hij er zo ver in? Dat is omdat de hiersprong iets verder weg zit dan bij een gemiddeld kind. En vandaar dat bij Jordi dus verder erin moet. Nou, wat gebeurt er eigenlijk als je dan die vloeistof in hebt gespoten? In principe moet je het zieke gedeelte voorbij zijn. Om het zieke stukje darm zit eigenlijk een denkbeeldig elastiekje. En daar moet je voorbij zijn, omdat je een bepaalde druk wekken, waardoor dat die ontlasting eruit gaat. Ja, op het moment dat hij dus die ontlasting eruit kan laten gaan, dan gaat het wel met een hele hoop in één keer, meestal. Soms ook niet, maar meestal wel. Je wil gewoon dat zijn darmen leeg zijn. En dit is voor Jordi de enigste manier om het eigenlijk effectief te krijgen. Ze zeggen dat het bij eigenlijk alle hiersprongpatiënten dit het beste werkt. Is ons verteld in ieder geval. En dus doen we dit. Sowieso moeten we dit tot aan zijn operatie doen. Is hij dan van het spoelen af? Nee, hij is dan niet van het spoelen af. Het kan zeer zeker voorkomen dat we het meerdere keren per jaar zouden moeten doen. Eenmaal hiersprongpatiënt is altijd hiersprongpatiënt. Dat hebben we in een eerdere video ook al uitgelegd. Ja, dit is eigenlijk een beetje het materiaal wat wij gebruiken om hem te kunnen spoelen. Jordi krijgt ook nog voorlak. Dat is een macrogolpoeder om zijn ontlasting smeuïg te houden. Alleen het punt is, als Jordi niet voldoende ontlasting heeft, dus hij kan niet goed genoeg poepen, dan hoopt het zich alsnog op en de darmen blijven maar vocht uit die ontlasting halen. Dus ja, uiteindelijk wordt zijn ontlasting alsnog hard. En dan heeft die macrogolpoeder eigenlijk geen effect. Dus hoe het nu gaat is, we spoelen hem, hij krijgt die macrogolpoeder. En daar werkt het in principe voor Jordi het beste mee. Dus ja, dit was eigenlijk een beetje wat ik wilde melden. Wat wij gebruikten. Nogmaals, niet elk kind is hetzelfde met de ziekte van hiersprong. Niet iedereen spoelt op dezelfde manier, want wij spoelen Jordi op zijn rug. Sommige mensen spoelen kinderen het liefst op hun zij. Voor Jordi werkt weer op zijn rug het beste, omdat hij dan zijn beentjes kunnen we dan naar achteren doen. En dan kan hij beter druk zetten. En dat is helemaal prima. Wat ik nog wel heel even wil zeggen is, ga niet zelf zomaar spoelen. Als jij denkt dat jouw kind hiersprong heeft, ga hiermee naar de arts. Ga dit bespreken. Ga niet zomaar zelf op eigen houtje spoelen. Je hebt er een aantal consequenties aan zitten, namelijk. Je kan de darm kun je beschadigen. Je kan wondjes creëren in de darm. Er zijn een aantal
gewoon niet fijne consequenties aan als je hieraan begint en het gewoon niet goed doet. Wij hebben dit ook moeten leren, net zoals ieder ander dit heeft moeten leren. Dus mocht je het idee hebben dat jouw kind hiersprong heeft en denk jij van ik wil ook spoelen, want mijn kind kan zijn ontlasting niet kwijt, ga hiermee naar een huisarts, kinderarts. Ga niet zomaar op eigen houtje dit doen. Dit was puur en alleen om heel eventjes te laten zien wat wij vergoed krijgen, wat wij niet vergoed kregen en wat wij er in principe mee doen. Nogmaals, ga het niet op eigen houtje doen zomaar. Ga je mee naar iemand die dit ook daadwerkelijk mag doen en die hier verstand van heeft. Dit was eigenlijk wat ik jullie nog wilde vertellen. Bedankt voor het kijken. Als je deze video nou informatief vond, geef het natuurlijk een duimpje omhoog. Heb je vragen, je kan ons altijd DM'en. Ons Instagram linkje staat natuurlijk hieronder in de beschrijving. Abonneer op dit kanaal mocht je dit een interessant en leuk kanaal vinden. Kijk natuurlijk onze ups en down serie. De vlogs die we 3 keer per week uploaden. En tot de volgende extra video natuurlijk.